It's time to duel met de nieuwe Yu-Gi-Oh! 25 Anniversary Booster Box. Jullie horen het goed, jongens. We gaan een keer een Yu-Gi-Oh! Opening doen op dit kanaal. Cardstores, rode shout-out naar jullie, want dankzij jullie is deze opening weer mogelijk. In deze boosterbox zitten 5 kaarten per pack en de meeste kaarten zullen wel een bepaalde rarity hebben. Dus ik laat jullie eerst even zien hoe die rarities nou in elkaar zitten. Ik heb hier serieus 2 of 3 YouTube-video's voor moeten kijken. Hier hebben we normale commons. Dit is bijvoorbeeld een spelkaart, een trapkaart of een monsterkaart. En dit is een normale rare. En dat komt omdat de tekst glinstert. De tekst glinstert gewoon. Dit is een super rare en voor de Yu-Gi-Oh! Fans, jullie kennen vast nog wel de Gaia Knight. En deze Junk Warrior en dit noem je nou een ultra rare. Dat komt omdat je zowel het holopatroon als het tekst glimmend hebt. Gaan we nog eentje verder en dan heb je de Ultimate Rare, als ik het goed zeg. Ultimate Rare, hetzelfde principe als de Ultra Rare. Alleen nu heb je nog een extra glinstering op het holopatroon. Sowieso ga ik jullie later in deze video ook mijn Legendary deck collectie laten zien met 3 decks van de 3 beste trainers in de game. Ik heb zelf toch mooie sleeves gevonden die we kunnen gebruiken. En heb de Yu-Gi-Oh! Chaps collectie gevonden. Ik heb geen idee hoe oud het is, maar ik weet wel dat ik vroeger als kind altijd in de Lay's chips zakken zo'n muntje kreeg van Yu-Gi-Oh! En zoals jullie zien, ik heb ze allemaal compleet. Mijn ouders die hebben lekker veel chips voor mij gekocht. Mega blij ben ik hiermee. En dit is eigenlijk wel een goede manier om de trainers weer even te leren kennen. Je hebt natuurlijk Yami Yugi, dan heb je Kaiba, Pegasus, Joey. Oh, dit brengt me echt terug. En hadden jullie het verwacht? Een Yu-Gi-Oh! Opening op dit Pokémon kanaal. Ik zelf vind het wel leuk om te doen. Een keer wat variatie op mijn kanaal. En de boosterbox is alweer geopend. Dan zal dit net als een Pokémon boosterbox heel erg mooi open gaan. Heel veel kaarten zal ik niet herkennen, dus dit gaat alleen maar lachen worden. En ja hoor, ja, dit gaat gewoon echt open als boter. Oeh, en dan beginnen we meteen met een kaart die ik best wel goed ken. Dark Balloon No More. Toen Yu-Gi-Oh! 20 jaar bestond, had ik ook van die mooie tins gekocht. En daar zat deze kaart ook in. Dan hebben we daar de Ancient Fairy Dragons. Super gave kaart. Ik wil het Pokémon zeggen. Nee, dit is een Yu-Gi-Oh! Opening. Wow, Junk Speeder. Oké, dit is dus zo'n Ultimate Rare, als ik het goed zeg. Om een idee te geven, dit is de waarde van deze kaart. We hebben de Reinforcement of the Army. Kijk eens aan. Super handige spelkaart. Hier staat ook add 1 level 4 or lower warrior monster from your deck to your hand. De laatste kaart is onze Ghost Trick Angel of Mischief. Het zijn allemaal kaarten die een bepaalde rarity hebben. Ja, en ik heb dus vroeger best wel veel pakjes opengemaakt voor Yu-Gi-Oh! Ik heb de game ook best wel veel gespeeld. Maar het is gewoon alweer echt even geleden. Ik weet ook nog dat het icoontje hier rechtsonder ook een bepaalde rarity bepaalt. Als hij goud is, is hij best wel rare. Als hij zilver is, ik denk niet dat we zilver in gaan tegenkomen met deze speciale set, dan is hij minder zeldzaam. Dan hebben we daar de Shuttle Shishmi. Wat een kaart. Wow, we hebben alleen maar trap cards. Oké, trap cards zijn echt super vet om gewoon heel de game te veranderen. Dit is weer zo'n speciale rare, jongens. Oeh, dan hebben we Nibiru, de Primal Being. Dat is gewoon een komeet die op de aarde afkomt. We gaan snel door naar Artemis, de Magistus Moon Maiden. Doe me denken aan Dark Magician Girl. Oké. Ik heb Duel Links best wel vaak via mijn PC gespeeld. Dat is basically gewoon TCG Online, maar dan met Yu-Gi-Oh! Daarvan heb ik ook wel heel veel geleerd. Maar het makkelijke is dat de game gewoon aangeeft wat je wel en niet kan doen. En we hebben daar weer een hele mooie fairy. Wajo. Oké, gave kaarten. Oeh, oké. Happy's Featherstorm. Weer zo'n secret ultra rare ding. Wow, dit is denk ik wel mijn favoriete trapkaart. Ik vind sowieso de arts van deze kaarten echt super mooi. Hier heb ik gewoon weer een Masked Hero Dark Law. Ik had vroeger een Masked Hero deck. Wat grappig, ja. Dit is een OG kaart. Summon Limit. Het is natuurlijk de 25e anniversary box. Dus hier zullen ook heel veel oude reprints in zitten. Reasoning. Oké, ik ga niet lezen wat er staat. Een van de redenen waarom ik ook niet door ben gegaan met Yu-Gi-Oh! En ben overgegaan naar Pokémon is omdat de teksten gewoon veel te lang zijn. Dan hebben we daar de Borreload Savage Dragon. Ook gewoon al die sterretjes die ze hebben. Dat heeft weer te maken met het fusion van Yu-Gi-Oh! Pokémons. Pokémons, dat zeg ik allemaal. Dan hebben we daar de Tri-Brigade Revolt. Dan gaan we nu 5 pakjes openmaken zodat we 25 kaarten hebben. Wat? Oké, Dungaree Jackalope. Het super gaaf konijn, hert, groene-achtige Yu-Gi-Oh! Monster. Ik wil heel veel Pokémon zeggen. Kootalker Inverted. De Eldelich. Eldelich de Golden Lord. Sowieso, als deze video meer dan 100 likes haalt, ben ik echt wel van plan om eens vaker een Yu-Gi-Oh! Opening te doen. Ik vind Yu-Gi-Oh! Een super vette card game. En op die manier kunnen we alleen maar uitbreiden met nog toffere TCG content. Dan hebben we daar de Predaplant Dragostapelia. Zo, het wordt wel moeilijk gemaakt voor iemand met dyslexie. Iris Swartzel Reasoning. Alweer de Reasoning kaart. De Chaos Space. De Ijsberger. Ghost Bell en Haunted Mansion. Hier is... Oeh, dit is
is een hele speciale kaart. Ik weet niet waarom, maar het ziet er zo anders uit. Het voelt als een soort van full art. Oké. Ik heb het geprobeerd op te zoeken. Je hebt een platinum rare, je hebt een prism rare. Ik heb geen idee wat voor rarity dit is. Maar deze gaan we apart houden. Want een kaart zoals deze heb ik nog niet eerder gezien. Oeh, deze is ook bijzonder. De Mud Dragon of the Swamp. Wow, deze kaart voelt apart. Alpha, the master of the beasts. Hele bizarre, vette monster. Is daar de lava golem. Ook een hele mooie ultra rare. Oeh, baronne de Fleur. Ik ben de vriend geweest van een Fleur. Echt voor een hele korte tijd, maar dat is wel grappig om die nou terug te zien. Dan hebben we daar de Dogmatica Ecclesia de Victorious. En dat is alweer de laatste kaart van de 5 pakjes. Ik denk dat dit een ultimate rare is. Laat het weten in de comments. Ik hoop dat er wat Yu-Gi-Oh fans kijken. En wat vinden jullie van de variaties? Ik weet dat het ook veel verder gaat dan alleen Yu-Gi-Oh. We hebben natuurlijk al een keer eerder Minecraft kaart geopend op mijn kanaal, maar je hebt ook SpongeBob kaarten. Wow, deze fossil dik is vet. Kijk dan, net gewoon Among Us karakters. Oh, 2 keer de tour guide from the underworld. Oké, en alweer zijn ze allebei een andere rarity. Ja, daarom jongens, ik heb het in het begin proberen uit te leggen, maar ik snap er nu al helemaal niks meer van. We hebben hier de Lightning Storm en dit lijkt op een ultimate rare. En ik zelf heb dus vroeger best wel wat decks gekocht. Ja, zo vaak liep ik ook een winkel binnen en dan dacht ik van, ah, weet je wat? Ik open gewoon 1 pakje aan Yu-Gi-Oh kaarten en dat is ook waar mijn collectie voornamelijk uit bestaat. Heel veel losse packs van verschillende sets. Celine. Oké, we hebben hier een normale Ash Blossom en Joyous Spring. Het is niet de grote rare die superveel waard is. Nu gaat het me echt niet om de waardes bij Yu-Gi-Oh, maar ik heb er zo weinig verstand van, jongens. En dan weer een Ghost. Een Ghost Artifact Lancea. De Striker Dragon. Ook zo'n hele vette kaart die je kan linken. Het heeft te maken met een pijltje aan welk ander monster je hem kan linken. Echt heel grappig concept. Ik weet er wel iets van, maar niet zo heel veel. Oeh, oh, waarom gooi ik dat weg eigenlijk? Dan beginnen we met een hele vette Yugi kaart. Eternal Soul, Dark Burning Magic. Allemaal kaarten zoals deze. Slifer, de Sky Dragon, de Wing Dragon of Ra. En Obelisk, de Tormentor. Als jullie ooit een film hebben gezien van Yu-Gi-Oh! Kennen jullie waarschijnlijk wel deze 3 Divine Beasts, jongens. Super vet. Hier hebben we de Legendary Exodia. En daar komen alle stukjes van Exodia. En als je ze alle 5 speeltjes weet, want je hebt natuurlijk 2 armen en een bovenlichaam. Zet je ze allemaal op het veld, dan heb je instantly gewonnen. En daarom is ook gewoon die Pot of Greed geband. We hebben daar de Dark Magician, de Dark Magician Girl, Exodia Necros. En al deze decks zijn dus ook First Edition. Ik heb het in 2014 nieuw gekocht. En ja, we hebben ze al meteen, jongens, alle 3 verschillende Blue Eyes White Dragons. En je had ze ook alle 3 nodig om een 3-koppige draak te maken, zover ik me nog kan herinneren. Wow, al die Battle Ox, die ken ik gewoon nog van de serie. Ik heb de hele eerste serie afgekeken. Toen het allemaal verder ging naar die Synchro en naar die Fuse Monsters, of hoe dat ook allemaal ging, ben ik niet echt door gaan kijken. Kijk dan, hier heb je allemaal weer trap kaarten. En dit is wat ik bedoel, de Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Ik ga na deze opnames even een uur stil zijn. X-Raider, die gebruikt hij ook zo vaak. Jinzo, dit is ook een klassieker. Goblin Attack, ja, ik ken deze allemaal van de serie, jongens. Ik ken het allemaal van de serie, die Time Wizard is ook echt een legend. En er was toch zo'n trapkaart, dacht ik, die echt klassiek was. Ja, deze jongens, de Scapegoat. Kijk hoe schattig dit is. Met deze decks kan je dus echt veel plezier hebben met het spelen van het spel. Ik ga nu ook verder gewoon niks opzoeken over waardes. Laten we gewoon genieten van de mooie art. We hebben daar de Fallen of Alabas. Wat is dit een vette art. Ja, dit zijn wel echt arts die je nooit zult zien in Pokémon. Pokémon zijn niet echt monsters. Dat zijn wel schattige beestjes. Nou, ze zijn niet allemaal schattig. Laten we eens kijken naar die Regigigas bijvoorbeeld. We hebben daar de Forbidden Droplet. En alweer een hele mooie Lava Golem. Woe! Nummer 100! Nummer 1 Dragon! Oké, hele gave kaart. Pot of Extra Vagance. En alweer, een Magicalized Fusion. En is dit een set die ook jullie gaan sparen? Laat het weten in de comments. En meld je sowieso even als je een Yu-Gi-Oh! Fan bent. En dan hebben we daar de Ice Dragon's Prison. Nightmare Unicorn! Fallen of Albas alweer. En hier is de Galaxy Ice Afterglow Dragon. Deze zou echt perfect gestaan hebben bij Glow in Eindhoven. En ik weet dat een goede vriend van mij, Rayo, ook zet Arvin. Abonneer even sowieso op zijn kanaal. Hij echt heel veel verstand heeft van Yu-Gi-Oh! Dus als jullie ooit een opening met hem willen zien, laat het dan aan me weten. Die kan ons wel wat meer vertellen over de game. Dan hebben we daar Dingursu, Orcus of the Evening Star. Ik weet niet, hebben we spannende muziek nodig? Ja, ik denk het wel straks, want we zijn nog steeds op zoek naar die hele speciale Ash Blossom kaart. En ik weet ook dat je Ghost Rares hebt. Ik weet niet of ze in deze set zitten, maar Ghost Rares zijn gewoon helemaal wit. Je kan de art niet eens bijna zien. 2 keer de Forbidden Droplet. Nou, ik had hem nog niet, dus het is welkom. En de Irish Swartzel. En heb je het al gehoord? De nieuwe Pokémon set Paldean Fates gaat uitkomen. Ik weet het is een Yu-Gi-Oh! Opening, maar toch wil ik het even zeggen. Dit gaat echt een super vette set worden, maar die komt wel pas
in januari uit. Dus ik denk dat we in de tussentijd gewoon heel veel gaan openen van al bestaande sets. Dan hebben we daar de Vision Hero Varys. Er is een mooie Charizard kist die uitkomt. Ik wil nog een boosterbox openmaken van Paradox Rift. Komt nog een opening met een YouTuber aan. Ik heb zoveel toffe ideeën nog. Oh, en ik ben bij Viridian CityCon geweest. Heel vet event. En ook daar heb ik een echt geweldige challenge gedaan. Dus ook die video gaat er nog aankomen. En we eindigen weer met de eerste kaart, de Ancient Fairy Dragon. Nog maar 2 pakjes en dan zijn we er al. Ik ben heel erg benieuwd of ik goed heb gepresteerd. En vond je het nou een leuke video? Laat zeker wel een blauwe duimpje achter. En klik ook zeker op mijn Minecraft bingo opening. Als je nog iets anders wilt zien dan alleen maar Pokémon. Oeh, deze is bijzonder. Deze is heel bijzonder. We hebben daar een Herald of the Arclight. En als ik me goed kan herinneren, is dit dus een Secret Rare. Hoehoehoe. En dan weer het laatste pakje. Oké, dit was best wel een leuk avontuur. We hebben heel veel nieuwe monsters gezien. Heel veel lange namen. Echt heel anders dan Pokémon. Het is even wennen. Maar ik ben wel blij dat ik dit met jullie aan kan gaan. En laten we dan toch maar even snel die spannende muziek aanzetten. Oeh, we beginnen meteen met de Ash Blossom. Dus daar, Magician Salvation. Oh yo, de Magician Girl staat gewoon op de art. Nibiru, de Primal Being. Een Cyber Angel. En jongens, dit wordt alweer de laatste kaart. Like wanneer ik reageer. En we eindigen met de Among Us Fossil Dick. En dan ga ik nu mijn mooie Lego set bouwen.